In dit filmpje toon ik je hoe je aan de slag gaat met giftcards of cadeaubonnen binnen het saleplatform. We starten bij de dashboard. Je kan nog steeds de taal veranderen helemaal onderaan uit het scherm. Voor restaurantketens is het belangrijk wanneer zij met meerdere vestigingen werken om de giftcards op een masterniveau te maken. Ik kan hier onderaan klikken en dan zie ik al mijn vestigingen. Voor deze demo doen we alles op de masterniveau en ook u als restaurantketen. Vanuit de masterniveau maakt u één giftcard webshop waarbij consumenten dan die giftcards kunnen kopen en die dan kunnen inzetten in alle verschillende vestigingen die u heeft. Laten we aan de slag gaan. Laten we eerst een product aanmaken, bijvoorbeeld products, add een giftcard, €70 bon bijvoorbeeld. U kan de omschrijving invullen, het bedrag 21%. U kan kiezen of de klant zelf een bedrag opgeeft voor de waardebon of niet en dan een minimum bedrag wensen. De geldheidsperiode standaard 1 jaar. We komen op het detailscherm van de giftcard. U kan hier de PLU opgeven zoals die in uw kassa staat, bijvoorbeeld deze PLU. U kan het zelf kiezen. Zorg wel dat de kleine letters en hoofdletters volledig overeenkomen met wat in uw kassa gedefinieerd is. Images, dus je kan een afbeelding voor deze giftcard kiezen en dit dan bewaren. Nadat dit bewaard is, kunnen we het product toevoegen in de catalogus. Ik heb reeds een catalogus gemaakt en ik ga daar de giftcard aan toevoegen. Heel belangrijk, de Celresto giftcards kunnen niet in de gewone webshop-catalogus verkocht worden, dus je kan niet drie biertjes, twee pizza en een giftcard verkopen. Dat is onmogelijk. U moet een aparte catalogus maken voor de giftcards. En zeker als u een keten bent, moet u dat uiteraard, zoals gezegd, een masterniveau op masterniveau aanmaken. Laten we in de catalogus maken. Er is één categorie giftcards en laten we de €70 bon die ik maakte toevoegen. Dit wordt automatisch bewaard, dus dit is in orde. We hebben één giftcard. De volgende stap is eigenlijk een shop maken, want uiteindelijk willen we een webshop, een centrale webshop, waarbij consumenten dus die giftcards kunnen kopen. We klikken op toevoegen, dus Central Giftcard Shop V2. U kan uiteraard zelf de naam kiezen. U kan wat informatie opgeven. In dit scherm moet ik minimaal bepaalde data opgeven. Ziezo. Dus mijn shop is gemaakt. Deze shop gaat enkel dienen om giftcards te verkopen en die vallen onder virtual. Dus geen takeaway, geen delivery, geen eat-in. Wat moet ik hier in deze tab doen? Ik moet uiteraard enablen. Ik moet de juiste catalogus kiezen en ik moet kunnen zeggen: kijk, dat de mensen elke minuut op de dag deze giftcards kunnen kopen. Hop. In de eerste tabblad moeten we nog een tweetal dingen doen, namelijk de status veranderen, published. En we moeten een betaalmethode toevoegen. Voor deze demo is dit puur cash, maar uiteraard in uw geval zal dit vaak een online betaalmethode zijn. Paycash. Zoals steeds, je kan via de multilanguage-icoontje andere taal toevoegen. We gaan dit bewaren. Nu gaan we naar Preparation Location. En hier gaan we een Preparation Location koppelen aan onze shop. Doordat dit een demo-account is, moet ik een kleine omweg maken die in uw geval niet van toepassing is. Maar deze demo-account heeft al vrij veel demo's gehad, waardoor bepaalde zaken niet altijd onmiddellijk juist tonen. Dus kijk, ik heb mijn kleine omweg gedaan. Maar we zien hier de Central Giftcard Shop, die overeenkomt met de shop, namelijk Central Giftcard Shop. Dus dit is de Preparation Location. Ook hier op dus op Preparation Location niveau moeten we in het eerste tabblad de workload zetten. Normal, dat is goed. En dan bij Virtual moeten we dit enablen. Wat gaan we even bewaren. En dan, ik heb blijkbaar nog iets vergeten. Virtueel. Oei, blijkbaar was ik ietsje te snel bij het bewaren. Gaan even opnieuw doen.
Ziezo. En nu gaan we naar de preparation location. Ziezo. Hier moeten we wat dummy data ingeven, namelijk 15.000 en 1000, zodanig dat consumenten zeker alle dagen kunnen kopen. Bewaren. Oké. De volgende stap is naar Salesforce gaan. We moeten onze webshop aanmaken en die linken we aan de Central Gift Card Shop versie 2. Een bepaalde pincode is nodig, anders kan we niet bewaren. Aan bewaren. Dus dit scherm is nodig als je wil bepalen welke velden worden gevraagd tijdens het uitchecken. Laatste stap is de storefront, dus Central Gift Card Webshop versie 2. Linken aan versie 2. Oké. Bewaren. En dan gaan we Central Gift Card Webshop versie 2. We gaan even kijken. Derde icoontje is Virtual Service. Dit is belangrijk. En we gaan de webshop lanceren. De shop is blijkbaar nog niet gepubliceerd. Dus laten we teruggaan naar de shop. En blijkbaar was ik daarnet toch wel echt iets te snel. Cash is wel bewaard. Dus bewaren. Oké. We gaan even opnieuw. Virtual Dutch. En we gaan de server cache clearen. Ziezo, nu werkt alles. Ik heb in de shop voor deze demo geen mooie foto's toegevoegd of dergelijke, of een logo of dergelijke. Dat kan je allemaal zelf doen. Zoals u weet, kan u dat op shopniveau doen. Je kan hier een logo en een bannerfoto's toevoegen. Binnen de shop kan ik nu de pet van de consument opzetten. Ik kan dit onmiddellijk naar een vriend of vriendin sturen, deze bon, of onmiddellijk aankopen. Bevestigen. Mijn personalia opgeven. En aankopen. En mijn bestelling plaatsen. Ziezo, de bestelling is geplaatst. Als ik nu als uitbater ga naar de orders, de €70 zal hier verschijnen. Het is een virtuele aankoop, namelijk de giftcard. Oké, laten we nu even kijken. Ik wacht even tot de e-mail is binnengekomen. Die is net binnengekomen, namelijk met de cadeaubon. Dus de cadeaubon, de e-mail ziet er als volgt uit. Uw logo wordt hier geplaatst en dan de consument ziet een grote QR-code en een bepaalde code hier onderaan. Laten we nu dus de webshop openen. Dus hier mogen we weggaan en we gaan naar de webshop van een vestiging. Dus ik zit nu in subaccount Gent. Staat momenteel actief. En laten we de foodbar nemen, takeaway. Gaan die lanceren, want we willen die cadeaubon nu gaan gebruiken. Laten we twee passionata's, hop. Kom er morgen om 11 uur om. En ik kan hier dus de cadeaukaart, gift card, en ik kan die code hier plakken, bevestigen en ik kan de bestelling afwikkelen. U ziet uiteraard, hier ziet u een bepaalde vorm van code, €70 bon. Stel als u wenst van, u wilt een ander soort vormgeving, dan kan u ervoor kiezen om in de admin te gaan, naar vouchers te gaan, naar die €70 bon. En deze, hier kan u eigenlijk de manier waarop de code wordt geconstrueerd aanpassen. U heeft geen controle over dit hier, dus de laatste 5 letters, of 6 zelfs, dit kiezen wij. De klant heeft dus betaald met de giftcard, €20 korting gekregen, moet ze niets betalen. En als u ziet dat dan ook bij de orders. Dus €0
voor die twee passionata's. Dit is een online bestelling. Nu, wat gebeurt in een fysieke context? Dus laten we dat doen. Daarvoor dient de Sales Store Manager app gelanceerd te worden door de winkelbediende of de restaurantbediende, uiteraard in dit geval. In de Sales Store Manager app, stel een consument heeft zo'n giftcard, die meldt dat aan de kassa van kijk, ik heb voor 30 euro gegeten, maar ik heb nog een cadeaubon. Dan moet eigenlijk de bediende de Sales Store Manager app lanceren, inloggen en dus een voucher controleren. Wanneer je dit klikt, start de camera app. De camera kan de QR-code scannen en als mocht dat niet goed werken, dan kan je nog altijd handmatig de code ingeven. Ziezo, ons systeem herkent dat dit een 70 euro giftcard was, dat er reeds 20 euro gebruikt is, er was nog 50 euro open. En laten we aannemen bijvoorbeeld dat de klant momenteel heeft gegeten voor 30 euro, dan heb ik deze ingewisseld. We kunnen dan ook eigenlijk gaan kijken op voucherniveau. Uiteraard is de bedoeling dat de bediende na het inwisselen in de Sales Store Manager app natuurlijk ook gaat aanduiden binnen de kassa dat die bon is gebruikt. Voilà, dus op het detail van deze bon zien we dat zowel online met 20 euro of die offline, dus in-store in een restaurant via de Sales Store Manager app, is correct genoteerd en het openstaande bedrag op deze 70 euro bon is nog 20 euro. Dat is eigenlijk het alles voor de giftcards, dus voor ketens heel belangrijk: alles definiëren op masterniveau. De specifieke detailhistoriek vind je op subaccount niveau, maar uiteraard ook op masterniveau. Laten we even teruggaan naar masterniveau. Laten we naar vouchers gaan. En ook hier kan je zien dat bijvoorbeeld deze bon al tweemaal gebruikt is. De vouchers of giftcards heeft ook statistieken. Dus dan kan je heel gemakkelijk alles opvolgen. Hoeveel keer welke bon waar wordt gebruikt in welke account. Dankjewel voor jullie aandacht. Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op.